Hey, welkom bij een nieuwe video. In de wereld van internationale koningshuizen en presidentiële residenties zijn er diverse elite-eenheden belast met de bescherming van staatshoofden, koninklijke families en historische monumenten. Deze toegewijde koninklijke bewakers, vaak gekleed in imposante uniformen, staan bekend om hun onberispelijke discipline. In deze video gaan we het hebben over 20 koninklijke bewakers waar je geen problemen mee wilt hebben. Ben jij niet op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 20. De Zwitserse Garde van Vaticaanstad is een van de oudste permanent dienende legers ter wereld en werd opgericht in 1506 door Paulus Julius II. De oorsprong van de Zwitserse Garde gaat terug tot het einde van de 15e eeuw toen Zwitserse huurlingen werden gezocht vanwege hun militaire expertise. Hun voornaamste taak is het beschermen van de paus, de leider van de Rooms-Katholieke Kerk en het waarborgen van de veiligheid van Vaticaanstad. Je zult ontdekken dat ze uitsluitend bestaan uit Zwitserse staatsburgers. De eisen om te werken als een Zwitserse garde is dat de recruten mannelijk, ongehuwd en katholiek moeten zijn en aan bepaalde lengte- en leeftijdseisen moeten voldoen. Ze moeten ook een zware training bij de Zwitserse strijdkrachten ondergaan. Bij deze uitgebreide training vallen militaire oefeningen, wapenhantering en ongewapende gevechtstechnieken. Nummer 19. Gedurende de geschiedenis hebben de F-zones een belangrijke rol gespeeld in de verdediging van Griekenland. Ze hebben deelgenomen aan verschillende conflicten, waaronder de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog en de Griekse Burgeroorlog. Nu zijn ze meestal in rust. In het verleden, in tijden van conflict of crisis, werden ze opgeroepen om belangrijke historische en culturele monumenten in Athene te beschermen. De F-zones, ook wel bekend als de presidentiële garde van Griekenland, zijn een elite infanterieeenheid verantwoordelijk voor de bewaking van het graf van de onbekende soldaat in Athene en de presidentiële residentie. Ze traceren hun oorsprong terug naar de Griekse onafhankelijkheidsoorlog in de 19e eeuw. Wat betreft training is het een intensief proces dat zich richt op fysieke fitheid, discipline en precisie. De training omvat vechtsporten, paradeoefeningen en uithoudingsoefeningen. Elk uur voeren ze bij het graf van onbekende soldaat de ceremoniële wisseling van de wacht uit. Een fascinerende vertoning van gesynchroniseerde precisie die toeschouwers aantrekt. Nummer 18. De Saudi Royal Guard is een elite beveiligingseenheid die verantwoordelijk is voor de bescherming van de Saoedische koninklijke familie, paleizen en andere belangrijke overheidsinstanties. Officieel opgericht in 1953 bestaat de eenheid uit een hoog opgeleid personeel geselecteerd uit verschillende takken van de Saoedische strijdkrachten. Fysieke fitheid staat centraal in de training en ze moeten strenge fysieke eisen halen om ervoor te zorgen dat ze de kracht, uithoudingsvermogen en behendigheid bezitten die nodig zijn voor hun taken. Naast hun hoogopgeleide personeel maakt de Saoedische Koninklijke Garde gebruik van geavanceerde beveiligheidssystemen en surveillance technologie om de veiligheid van de koninklijke familie te waarborgen. Binnen de Saoedische Koninklijke Garde zijn gespecialiseerde eenheden zoals de Special Emergency Force getraind om snel te reageren op beveiligingsdreigingen. Tijdens de Golfoorlog, toen Irak Kuwait binnenviel, speelde de Saoedische Koninklijke Garde een cruciale rol bij het beschermen van belangrijke installaties, waaronder de koninklijke paleizen en het waarborgen van de veiligheid van de Saoedische Koninklijke Familie. Ze hebben ook samengewerkt met andere veiligheidstroepen om dreigingen te bestrijden en de nationale veiligheid te beschermen. Nummer 17. De Queen's Guard, tegenwoordig de King's Guard genoemd, zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de officiële residenties van het Britse Koninkrijk, waaronder het Buckingham Palace. Ze zijn bekend om hun opvallende rode tunieken, hoge berenmutsen, urenlang stilstaan en niet glimlachen. Vergis je niet, het zijn hoogopgeleide en gedisciplineerde soldaten die gespecialiseerde training hebben voltooid voor ceremoniële taken. Dus, hoewel ze in de eerste plaats een ceremoniële eenheid zijn, zijn ze ook in staat om operationele taken uit te voeren wanneer dat nodig is. Veel van de soldaten die het Britse Koninkrijk dienen hebben militaire ervaring en zijn zeer getrainde infanteriesoldaten. Er zijn 5 regimenten van het Britse leger, namelijk de Grenadier Guards, Goldstream Guards, Scots Guards, Irish Guards en Welsh Guards. Elk regiment draagt op zijn beurt bij aan de ceremoniële diensten met een roterend schema van enkele dagen tot weken. Een veeleisend schema is echter een understatement. Soldaten dienen doorgaans een dienstperiode van enkele maanden. Gedurende deze tijd verblijven ze in kazernes in de buurt van de koninklijke residenties en zijn ze verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging. Nummer 16.
De Koninklijke Wacht van Zuid-Korea, beter bekend als de Wanggeung Samunyang, heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de Joseon-dynastie van 1392 tot 1897. Je kan er niet voor solliciteren, maar je wordt geselecteerd uit de rangen van het Zuid-Koreaanse leger. Vergelijkbaar met andere landen voert de Koninklijke Wacht van Zuid-Korea dagelijkse ceremonie uit. Ze dragen traditionele wapens, waaronder zwaarden en speren die symbolisch zijn voor een historische rol als beschermers van de monarchie. Deze wapens worden zorgvuldig onderhouden en met precisie gehanteerd tijdens ceremoniële optredens. Een van de hoogtepunten van de training is de beheersing van de Yangshan, een vorm van vechtsport die uniek is voor de Koninklijke Wachten. Yangshan combineert elementen van taekwondo, traditionele wapentechnieken en acrobatiek, wat resulteert in een betoverende vertoning. De trainees besteden talloze uren aan het perfectioneren van hun bewegingen en het aanscherpen van hun gevechtsvaardigheden. Na voltooiing van het trainingsprogramma zijn de wachten klaar om hun taken op zich te nemen. Ze zijn gestationeerd in het Gujongbokgung-paleis, het belangrijkste koninklijke paleis in Seoul, waar ze ceremoniële functies uitvoeren en de koninklijke families bewaken. Nummer 15. De Koninklijke Garde van Jordanië is een elite militaire eenheid die verantwoordelijk is voor de beveiliging van de Jordaanse koninklijke familie en de koninklijke paleizen. Ze staan bekend om haar professionaliteit, loyaliteit en toewijding aan de Hashemitische monarchie. Koning Abdullah I, de stichter van het moderne Jordanië, erkende de noodzaak van een gespecialiseerde troepenmacht om de veiligheid van de koninklijke familie en de stabiliteit van het land te waarborgen. Binnen de Koninklijke Garde is er een speciale eenheid die bekend staat als de Circassische Guard, die een unieke historische en culturele betekenis hebben. Circassiërs zijn afstammelingen van de Circassische diaspora uit de 19e eeuw, veroorzaakt door conflicten met het Russische Rijk. Veel van hen vonden hun toevluchtsoord in het Ottomaanse Rijk en vestigden zich uiteindelijk in het huidige Jordanië. Het kenmerkende uniform van de Koninklijke Garde, bekend als de Rode Baret, is een symbool van eer en onderscheiding. Het bestaat uit een rode baret, een symbool van elite-eenheden wereldwijd, en een camouflage-uniform voor de woestijn. De training en selectie voor de Koninklijke Garde zijn rigoureus en veel eisend. Kandidaten ondergaan een uitgebreid selectieproces dat hun fysieke conditie en mentale geschiktheid beoordeelt. Eenmaal geselecteerd volgen ze intensieve training die verschillende aspecten van militaire tactieken, scherpschutterij en VIP-beveiliging omvat. Nummer 14. De Deense Royal Lifeguards, bekend als de Den Kongelige Livgarde in Deens, zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de Deense koninklijke familie en hun residenties. Met een rijke geschiedenis die teruggaat enkele eeuwen, zijn deze wachten een symbool van kracht, eer en traditie. Elke dag zijn ze te zien als wachtpost bij het Amalienborgpaleis, de officiële residentie van de Deense koninklijke familie in Kopenhagen. Gehuld in hun iconische berenmutsen en levendige rode uniformen stralen ze een sfeer van autoriteit en macht uit. Deze wachten ondergaan zware trainingen om hen voor te bereiden op hun taken. Ze worden getraind in gevechtstechnieken en verschillende vechtsporten nadat ze in staat zijn om elke dreiging die ze zich kan voordoen aan te pakken. Hun training omvat ook uitgebreide fysieke conditie waardoor ze lange uren van staan kunnen doorstaan en hun focus en concentratie kunnen behouden. Naast hun ceremoniële taken spelen ze ook een cruciale rol bij staatsaangelegenheden en de koninklijke evenementen. Ze nemen deel aan de wisseling van de wachtceremonies waar ze marcheren in gesynchroniseerde precisie waarmee ze discipline en eenheid demonstreren. Bekend als de meest meedogenloze militaire infanterie zijn ze getraind en paraat om de koninklijke familie en de Deense natie te beschermen tegen mogelijke bedreigingen. Nummer 13. De Marokkaanse Koninklijke Garde, berucht om zijn krachtige uitstraling, is een elite troep die de Marokkaanse monarchie beschermt. Met een rijke geschiedenis die teruggaat tot de 11e eeuw is de garde geëvolueerd tot een zeer georganiseerd regiment bestaande uit 6000 troepen. De oorsprong kan worden herleid tot de geachte Zwarte Garde, opgericht in 1088 door Yusuf ibn Tashfin, de Almoravid-heerser, als zijn persoonlijke beschermingseenheid. Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden voor de Marokkaanse Koninklijke Garde is het bieden van nauwe bescherming aan de koning en andere leden van de koninklijke familie. Ze behouden een constante aanwezigheid bij koninklijke paleizen, begeleiden de vorst tijdens officiële verplichtingen, openbare optredens en internationale bezoeken. Hun rol gaat dus verder dan fysieke beveiliging, aangezien ze ook helpen bij het behouden van de waardigheid en het prestige van de monarchie.
Naast hun beschermende taken spelen ze ook een essentiële rol bij het behoud van de nationale veiligheid en de verdediging van Marokko. Ze werken bijvoorbeeld nauw samen met de Marokkaanse strijdkrachten, de FAR en andere veiligheidsdiensten om de algehele stabiliteit van het land en de territoriale integriteit te bewaarborgen. Nummer 12. Hoewel ninja's en samurai iconische figuren zijn in de Japanse geschiedenis en cultuur, behoren ze tot verschillende tijdperken en zijn ze niet direct verbonden met de moderne keizerlijke garde. De keizerlijke garde werd officieel opgericht in zijn huidige vorm in 1947 na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het verving de vorige keizerlijke gardedivisie die sinds het einde van de 19e eeuw had bestaan. De keizerlijke garde van Japan is een prestigieuze en geduchte militaire macht die verantwoordelijk is voor de bescherming van de keizerlijke familie en de beveiliging van belangrijke nationale evenementen. De oorsprong gaat terug tot de 19e eeuw tijdens de Meiji-restauratie toen Japan een periode van ingrijpende modernisering en transformatie doormaakte. In 1867 werd de keizerlijke garde opgericht als een selecte eenheid met de taak de keizer en zijn familie te beschermen. In de loop der jaren is de garde uitgegroeid tot een elite eenheid. Hun selectieproces is rigoureus waarbij alleen de meest bekwame en gedisciplineerde individuen worden gekozen uit de Japanse zelfverdedigingsmacht. Nummer 11. De Maleisische Koninklijke Garde, bekend als het Koninklijk Maleis Regiment, gaat terug tot 1933. Het begon met de oprichting van de First Experimental Company, een eenheid van inheemse Maleisiërs als de eerste stappen bij het vormen van een inheems militair korps in Maleia. Op 1 februari 1933 werden 25 jonge Maleisische inwoners geselecteerd uit een groep van 1000 aanvragers om de pioniersrecruten van het nieuwe regiment te worden. Als erkenning voor hun belangrijke bijdrage aan de landsverdediging kreeg het Koninklijk Maleis Regiment in 1960 het prestigieuze voorvoegsel Koninklijk. Deze eer erkende hun toegewijde dienst en verhoogde hun status binnen de Maleisische strijdkrachten. Gedurende zijn geschiedenis heeft het een cruciale rol gespeeld in de verdediging van Maleisië tegen buitenaardse invasies. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vochten ze moedig tegen zowel de Japanse strijdkrachten als de communistische opstandelingen. Ze hebben ook deelgenomen aan tal van internationale vredesmissies en humanitaire operaties. Opmerkelijk is dat ze betrokken waren bij de echte VN-operatie die worden afgebeeld in het boek en de film Black Hawk Down, waar ze een cruciale rol speelden. Ze maakten zo'n indruk dat het Koninklijk Maleis Regiment ooit werd uitgenodigd om koningin Elisabeth II te bewaken in het Buckingham Palace. Nummer 10. De Zweedse Koninklijke Garde, bekend als de Hockvakten, is een vooraanstaande eenheid van cavalerie en infanterie met de taak de Zweedse koninklijke familie te beschermen. Met een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1523 is de Koninklijke Garde een iconisch symbool geworden van Zweedse traditie en militaire uitmuntendheid. De voornaamste taak van de Koninklijke Garde is het bieden van beveiliging en eer aan de koning van Zweden en de koninklijke residenties. Bestaan uit zowel cavalerie als infanterie-eenheden zijn ze verantwoordelijk voor het handhaven van een constante aanwezigheid bij de Koninklijk Paleis in Stockholm. Deze eenheden wisselen elkaar af als hoofdbeveiliging en zorgen voor rond-de-klokbescherming van koninklijke families. De oorsprong van de Hockvakten gaat terug tot de Household Brigade en de Svea Lifeguard die teruggaan tot het begin van de 16e eeuw. Gedurende de eeuwen heeft deze zich ontwikkeld en aangepast aan veranderende militaire praktijken en historische gebeurtenissen. Vandaag de dag maakt het een integraal deel uit van de Zweedse strijdkrachten. Een andere belangrijke gebeurtenis is de Koninklijke Verjaardagsparade die jaarlijks plaatsvindt in juli. Deze parade viert de verjaardag van het Zweedse monarchie en omvat de vertoning van militaire bekwaamheid. Nummer 9. De Koninklijke Lijfwacht of RBG van Bhutan is een zeer gewaardeerde elite eenheid die fungeert als persoonlijke beveiligingsmacht voor de koning van Bhutan. Hoewel de RBG deel uitmaakt van het Koninklijke Leger van Bhutan, opereert ze onafhankelijk onder het directe bevel van de koning. Dit benadrukt het bijzondere vertrouwen dat de monarchie in de lijfwacht stelt. De RBG staat bekend als de meest elite eenheid binnen de strijdkrachten van Bhutan. Het bestaat uit meer dan 1000 zeer getrainde en bekwame soldaten die een zware selectie en trainingsprocedure moeten ondergaan. Ze volgen uitgebreide en gespecialiseerde trainingen op verschillende gebieden zoals gevechtstechnieken, scherpschieten, persoonsbeveiliging en inlichtenvergaring. Deze training rust hen uit om effectief met een breed scala aan beveiligingsuitdagingen om te gaan.
De RBG speelde een cruciale rol bij het beheren van antinationale crisissen in 1990 en 2003, toen Bhutan werd geconfronteerd met veiligheidsbedreigingen van militante groepen. De soldaten dragen ook onderscheidende traditionele kledij, waaronder een knielange gewaad genaamd een go als onderdeel van hun uniform. Nummer 8. De Thaise monarch diende in de gelederen van de Wongtawang tijdens zijn militaire dienst in de jaren 1970. De Wongtawang wordt algemeen beschouwd als het toppunt van eer en prestige binnen het Thaise leger. Leden worden geselecteerd op basis van hun vaardigheden, discipline en loyaliteit uit de meest uitzonderlijke soldaten. De toewijding van Thailand om zijn militaire capaciteiten te verbeteren wordt geïllustreerd door zijn status als de eerste buitenlandse natie die strijke gepantserde voertuigen aanschafte. Hoewel de verantwoordelijkheden van de Koninklijke Thaise Garde zijn geëvalueerd, is het opmerkelijk dat ze in het verleden ook taken kregen toegewezen die als minder glamoureus werden beschouwd, zoals het verjagen van kraaien. De Koninklijke Thaise Garde ontvangt gespecialiseerde training om haar bekwaamheid op verschillende aspecten van militaire operaties te waarborgen. Van gevechtsvaardigheden tot ceremoniële protocollen worden ze opgeleid volgens de hoogste normen. Na de basisopleiding gaan kandidaten door gespecialiseerde trainingsprogramma's die zijn afgestemd op de unieke eisen van de Koninklijke Thaise Garde. Deze training omvat verschillende aspecten, waaronder technieken voor persoonsbeveiliging, menigtebeheer, vechtsporten en geavanceerde gevechtsvaardigheden. De Koninklijke Thaise Garde hecht ook veel belang aan ceremoniële etiketten en precisie. Ze krijgen nauwgezette training in marcheren, formaties, salueren en andere ceremoniële protocollen. Dit zorgt voor een vlekkeloze uitvoering tijdens staats- en koninklijke evenementen. Nummer 7. De Koninklijke Strijdkrachten van Brunei, RBAF, zijn een militaire organisatie die verantwoordelijk is voor de verdediging en veiligheid van Brunei. De RBAF werd opgericht op 31 mei 1961 en werd officieel het leger van Brunei op 1 januari 1984 na de onafhankelijkheid van het land van het Verenigd Koninkrijk. Het bestaat uit 3 hoofdonderdelen, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine en de Koninklijke Luchtmacht. Ze staan onder bevel van de Sultan van Brunei, de opperbevelhebber en minister van Defensie. De primaire taak is het beschermen van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van het land. Ze spelen ook een cruciale rol bij het ondersteunen van civiele autoriteiten tijdens noodsituaties en natuurrampen. Wat betreft capaciteiten is de RBAF relatief klein in vergelijking met andere regionale strijdkrachten. Ze hebben echter gemoderniseerde inspanningen ondernomen om hun operationele gereedheid en effectiviteit te verbeteren. Brunei heeft geïnvesteerd in uitrusting en training om ervoor te zorgen dat haar strijdkrachten in staat zijn om hun taken te vervullen. Ze voeren regelmatig gezamenlijke oefeningen en trainingsprogramma's uit met andere landen, waaronder bondgenoten en partners. Nummer 6. De Koninklijke Garde van Oman, RGO, waarborgt de persoonlijke beveiliging en ceremoniële plichten voor de sultan en de koninklijke familie van Oman. Ze opereren als een wetshandhavinginstantie binnen het land. De RGO heeft haar hoofdkantoor in Sayyib Oman en staat onder leiding van commandant Salim Hali Badir al-Hosni. Haar voornaamste taak is ervoor te zorgen dat de sultan en de koninklijke familie veilig zijn, evenals het leveren van ceremoniële ondersteuning tijdens officiële evenementen en functies. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het implementeren van beveiligheidsmaatregelen, het uitvoeren van risicobeoordelingen en het leveren van persoonsbeveiligingsdiensten. Verder verzamelen en analyseren ze inlichtingen met betrekking tot beveiligingsdreigingen zowel nationaal als internationaal. Dit kan samenwerking met andere inlichtingsdiensten inhouden om op de hoogte te blijven van potentiële risico's en opkomende trends. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het zorgen voor het veilige vervoer van de sultan en andere beveiligde personen. Nummer 5. Monaco, een kleine soevereine stadstaat aan de Franse Riviera, staat bekend om zijn glamoureuze levensstijl, luxe casino's en een Formule 1 Grand Prix. Maar buiten de glitter en glamour bevindt zich een opmerkelijke instelling die bekend staat als de Compagnie des Carabiniers du Prince. De Compagnie des Carabiniers du Prince traceert haar oorsprong terug tot het jaar 1817, toen ze oorspronkelijk werd opgericht als de persoonlijke garde van prins Honoré V. Met zo'n rijke geschiedenis belichaamt het korps een diepe band met de koninklijke familie van Monaco. Tegenwoordig is de primaire verantwoordelijkheid het waarborgen van de veiligheid en bescherming van prins Albert II, de regerende vorst van Monaco. Ze spelen een prominente rol in het behouden van de rijke tradities en cultuur en nemen deel aan verschillende ceremoniële evenementen, waaronder de wisseling van de wacht bij het prinselijk paleis.
Hun traditionele kleding met een levendige rode tuniek, gouden epauletten en gepluimde helmen tonen de elegantie en grandeur die geassocieerd wordt met Monaco. Geloofd of niet, afgezien van hun beveiligingstaken beschikken ze ook over uitzonderlijk muzikaal talent. Het korps omvat een prestigieuze militaire band die optreedt bij nationale evenementen, concerten en internationale festivals. Nummer 4. Onder de 16 koninklijke wachten wereldwijd staat de Hans Majestæt Koningsgarde in Noorwegen als prominent symbool van het rijke erfgoed van de natie. Deze gespecialiseerde eenheid is verantwoordelijk voor de bescherming van de koninklijke familie, nationale instellingen en neemt deel aan ceremoniële taken. De Noorse Koninklijke Garde is een selectiegroep met een vooraanstaande geschiedenis. Bekend om hun ceremoniële uniformen die een traditioneel kleurenpalet van rood en blauw bevatten, voegen ze een vleugje pracht toe aan koninklijke evenementen. Door hun deelnemen aan ceremoniële evenementen zoals de wisseling van de nacht bij het Koninklijk Paleis in Oslo, houden ze de culturele erfenis en pracht in stand die geassocieerd wordt met de Noorse Koninklijke Familie. Deel uitmaken van de Noorse Koninklijke Garde is echter een zeer competitieve onderneming. Kandidaten doorlopen een selectieproces en intensieve training die fysieke fitheid, precisieoefeningen en gespecialiseerde beveiligingsprotocollen omvat. Dit zorgt ervoor dat alleen de meest capabele personen worden belast met de verantwoordelijkheid om de koninklijke familie te beschermen. De Koninklijke Wacht voor Noorwegen is de grootste afdeling in het Noorse leger. Deze onderscheiding benadrukt het belang en de omvang van operaties van de eenheid die uit verschillende facetten van militaire en ceremoniële taken beslaat. Een ander opmerkelijk component van de Noorse Koninklijke Garde is de Koninklijke Kasteelwacht. Gevestigd in het Koninklijk Paleis in Oslo zorgen zij voor de veiligheid en bescherming van de koninklijke familie en het paleisterrein. Nummer 3. De Koninklijke Garde van Spanje, beter bekend als de Guardia Real, staat symbool voor eer, precisie en traditie. Deze eenheid heeft eeuwenlang een essentiële rol gespeeld in de bescherming van de Spaanse monarchie en het vertegenwoordigen van de natie op zowel nationaal als internationaal niveau. De Guardia Real traceert haar wortels terug tot de 15e eeuw, waardoor het een van de oudste instellingen in Spanje is. Oorspronkelijk opgericht als persoonlijke garde voor de monarchie, heeft haar rol zich in de loop der tijd ontwikkeld om een brede scala aan verantwoordelijkheden te omvatten. De belangrijkste taak van de Guardia Real is om de Spaanse koning en de koninklijke familie te beschermen. Ze zorgen voor de veiligheid van de koning, koningin en andere leden van het koninklijke huishouden, zowel tijdens openbare optredens als binnen de koninklijke residenties. Ze nemen deel aan evenementen zoals staatsbezoeken, militaire parades en koninklijke ceremonies. Naast hun ceremoniële taken heeft de Guardia Real expertise ontwikkeld op het gebied van gespecialiseerde operaties. Hun personeel omvat infanterie, cavalerie, artillerie en ondersteunende eenheden. Deze veelzijdigheid stelt hen in staat om zich aan te passen aan verschillende scenario's en om een breed scala aan operationele vereisten te vervullen. Nummer 2. De Koninklijke Marechaussee heeft een unieke positie in het Nederlandse veiligheidslandschap. Deze koninklijke garde fungeert als een veelzijdige kracht die verantwoordelijkheid heeft voor het handhaven van de wet en orde, het beschermen van de koninklijke familie en het handhaven van de grensbeveiliging van de natie. De Koninklijke Marechaussee van Nederland traceert haar wortels terug tot 1814, waardoor het een van de oudste militaire organisaties in Nederland is. Ze hebben jurisdictie over militaire installaties, luchthavens, zeehavens en grensovergangen. Met de bevoegdheid om zowel militaire als civiele wetten te handhaven, zorgen ze voor de openbare veiligheid. Ze nemen ook actief deel aan internationale inzet, ondersteunen vredesmissies en bieden expertise op het gebied van beveiliging in het buitenland. De Koninklijke Marechaussee van Nederland omvat ook verschillende gespecialiseerde eenheden, elk met unieke capaciteiten. Hieronder vallen onder andere de spoorweg- en luchtvaartpolitie en de mobiele eenheid. Nummer 1. De Emiri Guard traceert haar oorsprong terug tot de vroege dagen van de onafhankelijkheid van Qatar. Opgericht als een militaire eenheid belast met de bescherming van de emir van Qatar, vinden de wortels van de garde zich in de diepgewortelde traditie van het beschermen van haar heersers. In de loop der jaren heeft de Emiri Guard zich ontwikkeld tot een zeer gespecialiseerde kracht, uitgerust om een breed scala aan veiligheidsuitdagingen aan te pakken. Het trainingsregime staat bekend op zijn intensiteit en strengheid. Aspirant-gardeleden ondergaan een slopend selectieproces dat hun fysieke uithoudingsvermogen, mentale vastberadenheid en loyaliteit test. De trainingen omvatten gevechtstechnieken, scherpschuttersvaardigheden, tactische vaardigheden en gevechten op korte afstand.
De primaire verantwoordelijkheid van Emirigard is het waarborgen van de veiligheid van de emir van Qatar en het huis van Al-Thani. Ze zijn gestationeerd in de residentie van emir in de hoofdstad Doha en vergezellen het staatshoofd naar verschillende evenementen, zowel nationaal als internationaal. In het besef van het belang van wereldwijde samenwerking op het gebied van veiligheid gaat de Emirigard ook actief om met buitenlandse tegenhangers. Deze interacties vergemakkelijken de uitwisseling van belangrijke praktijken, het delen van informatie en gezamenlijke trainingsoefeningen. Wat vind jij van de koninklijke bewakers? En heb je er wel eens één in het echt gezien? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.